Hoewel Nikeri er een nieuwe waterbron bij heeft, heeft het district veel meer drinkwater nodig, zei Ashwini Boudou Himai, onderdirecteur strategie en beleid bij de Surinaamse waterleidingmaatschappij, tijdens een bezoek van vicepresident Ronnie Brunswijk aan Nikeri. Brunswijk was in het district voor de boring van een waterput. Volgens de SWM heeft een studie aangetoond dat er goed drinkwater ligt in de Sint-Bernardpolder. Omdat we bezig zijn met een haalbaarheidsonderzoek gefinancierd vanuit de Caribbean Development Bank, waarbij we het drinkwaterprobleem van Nikeri reeds hebben aangekaart. Er is veel meer drinkwater nodig voor Nikeri. En dat is dan een projectie tot 2040, dus nog 20 jaar verder. De studie heeft aangetoond is dat er goed drinkwater ligt hier in deze regio, zo ik heb het in de kaart. Hier, Prins Bernhardpolder, dus daarin buurt. En het verzoek is dan om te gaan kijken naar een stuk land hier in deze buurt, om dan een grote station op te zetten. Want als dat wordt opgesteld, dan kan je de andere stations hier buiten bedrijven. En dan kan van hieruit alles geproduceerd worden. En dan heb je beter drinkwaterkwaliteit. Om Nikeri van goed drinkwater te voorzien is er een korte en een lange termijn oplossing. Vicepresident Ronnie Brunswijk zal zijn medewerking verlenen om het project uit te voeren.